Morgen en dank voor de uitnodiging om hier te mogen staan. En er staat hier in mijn tekst dat, u gisteren, dat ik hoop dat u gisteren een inspirerende dag hebt gehad, maar ik heb inmiddels gehoord dat het een inspirerende dag was. En dat het in, een, in het Forum ook een goede en gezellige avond uh, was. Ik heb met uh, grote aandacht uh, geluisterd naar uh, de heer Veringa. En het is ontzettend boeiend om een Nobelprijswinnaar te horen spreken. Over wetenschap en het belang van samenwerking. En dank ook aan de heer Van Zanen voor zijn pakkende toespraak. Hij sprak zoals ik hem eigenlijk ook hier op het podium zoals ik hem heb leren kennen. Tijdens het, op het podium en ook tijdens de vergaderingen. Duidelijk, eerlijk en stevig als het moet. Maar na de confrontatie volgt bij hem altijd de verbinding. Omdat Jan er ten diepste van overtuigd is dat we er alleen. Samen uit kunnen komen. Nogmaals vanaf deze plek. Beste Jan, ik wil je namens het hele kabinet bedanken voor je enorme inzet. Want die was en is voor onze gezamenlijke taak in de samenleving van enorme waarde. En ik weet dat je hiermee heel veel collega's, echt heel veel collega's bij alle overheden, hebt geïnspireerd. Dank je wel voor alles. Dank je wel, Jan. burgemeester schuiling dames en heren sprekend als minister in deze mooie provincie voel ik een zeker ongemak want hier heeft de overheid groningen in de steek gelaten hier zijn niet alleen de gebouwen maar is het vertrouwen in de overheid ernstig beschadigd we zijn als kabinet druk bezig om te zorgen voor herstel voor erkenning en perspectief om de laatste kans te benutten om het beter te doen om samen te bouwen aan de toekomst. En het Kamerdebat vorige week liet zien dat we er nog lang niet zijn. Daar wil ik het vandaag met u over hebben: over samenbouwen aan de toekomst. Over wat ons bindt en wat er op het spel staat. Over de overtuiging dat we er alleen maar samen uit kunnen komen. Daarvoor neem ik u deze mooie stad uit. Op een half uur rijden hier vandaan naar Winsum, en daar heb ik tot mijn zevende gewoond. Ik herinner me het mooie dorp en de wandelingen langs het Rijtdiep... samen met mijn vader, mijn broer en de hond. En ik weet ook nog hoe we in het weekend, en het was de jaren, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... hoe we in het weekend met de Fiat Ritmo op stap gingen. Dan passeerden we de suikerfabriek aan het Hoendiep, vlakbij de stad. Dat iconische gebouw met zijn hoge schoorsteen en in de herfst de zoete geur van verwerkte suikerbieten. En deze herinneringen blijven voor mij altijd verbonden met Groningen. Die penetrante geur was voor Groningers altijd dierbaar, want het was ook de lucht van veel werkgelegenheid en vooruitgang. De fabriek werd opgezet als coöperatie door Groningse en Friese bietentelers die vonden dat de bestaande suikerfabrieken te weinig betaalden voor hun producten. Zij zorgden voor welvaart in een provincie vol armoede, samen met een tweede suikerfabriek vlakbij in, in Hoogkerk. De suikerfabriek aan het Hoendiep sloot in 2008 haar poorten. Die in Hoogkerk is nog altijd in productie. Maar het 160 hectare grote gebied tussen beide fabrieken is klaar voor een nieuwe toekomst. Hier moet onder de naam Suikerzijde een nieuw stadsdeel verrijzen. Het verhaal van de suikerfabriek laat zien wat er oplevert als we de handen ineens slaan. Als we samenwerken aan iets groters, waar ook de generaties na ons van profiteren. En hoe het soms nodig kan zijn om onszelf opnieuw uit te vinden. Want de toekomst klopt op onze deur. Ons land staat voor grote uitdagingen. En het is een lijst die we inmiddels allemaal wel kennen. De bouw van nieuwe woningen, de energietransitie, de strijd tegen klimaatverandering, de omgang met migratie, de zorg voor jonge kwetsbare kinderen en de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat. Om al die uitdagingen aan te pakken, moeten we allemaal in staat zijn onze eigen aandeel te kunnen leveren. U maakt zich luid en duidelijk zorgen. Of u wel beschikt over voldoende financiële middelen om dat te doen. Dat hoor ik in reacties op de voorjaarsnota. Ik hoor het tijdens gesprekken met burgemeesters, wethouders en raadsleden. Overal in het land. En ik hoor het hier ook op het VNG-congres. Voor het eerst in jaren ligt er een begroting waar het Rijk moest bezuinigen. Hierbij verschillen de perspectieven van de VNG en het Rijk. De VNG vindt dat de gemeenten er in de nieuwe begroting 3 miljard op achteruit gaan. Vanuit het Rijk is er juist ruim 1 miljard extra vrijgemaakt voor gemeenten. Dit meningsverschil gaan we hier nu niet oplossen. Maar we kunnen ook niet in een surplus blijven staan, zeg ik tegen de wielenfan die Jan van Zanen ook is. We zullen samen het gesprek moeten aangaan om een balans te vinden tussen taken, middelen en uitvoeringskracht. We zullen vanuit de confrontatie op zoek moeten gaan naar de verbinding. Dames en heren, ook de inwoners van ons land willen weten waarvoor zij een beroep kunnen doen op de overheid en waarvoor niet. Ons vermogen als overheden om problemen op te lossen maakt de democratische rechtsstaat tastbaar voor iedereen. Een sterke democratie vereist een goede samenwerking tussen overheden. Ik wil je graag drie manieren uitlichten waarop wij als Rijk en gemeente onze samenwerking kunnen verbeteren om zo de democratie te versterken. Dit zijn een beter uitvoerbaar rijksbeleid, betere randvoorwaarden voor politieke ambtsdragers en politieke partijen en tenslotte het benutten van de kracht van de samenleving. Ik begin met een beter uitvoerbaar rijksbeleid. Met de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden kunnen we voortaan toetsen of beleidsvoornemers van het Rijk wel uitvoerbaar zijn en of ze voldoende ruimte bieden aan decentrale overheden om ook eigen keuzes te kunnen maken. Want wetgeving en beleid kunnen nog zo goed bedoeld zijn, ze zijn weinig waard als ze niet of slecht uitvoerbaar zijn. Kennis over hoe dat beter kan ligt vaak bij mensen in het veld. En u weet als eerste overheid dikwijls het beste of regels nodeloos ingewikkeld of zelfs onrechtvaardig uitpakken. En daarnaast moeten we duidelijker krijgen welke taken bij wie worden belegd en welke financiële verantwoordelijkheden daarbij horen. En hierover zijn we ook druk met elkaar in gesprek. Dan kom ik bij de tweede manier om een impuls te geven aan onze samenwerking. En dat is de verbetering van de randvoorwaarden voor politieke Amstragers en politieke partijen. Om u beter te ondersteunen bij uw inzet voor de samenleving. U hebt er, net als ik, ervoor gekozen om de publieke zaak te dienen. Dit doet u in een realiteit die vaak weerbarstig is tegenspraak, protest en debat horen bij onze democratie als de bietenlucht bij de suikerfabrieken. Ze zijn niet altijd even aangenaam die bietenlucht, maar tonen wel de kracht van onze democratie. En tegelijkertijd moeten we ook grenzen trekken. Grenzen trekken om de democratische rechtsstaat en u te beschermen. We moeten waakzaam zijn als extremisten de neutraliteit van onze instituties of het nu de overheid gaat of de wetenschap in twijfel trekken en onze rechtsorde afwijzen. Als die grenzen worden overschreden, moeten we ingrijpen. En dat gebeurt bij intimidatie, geweld, bedreiging. Dan staan we voor de dragers van de democratie. Of dat nou de wethouder in Harderwijk is, de burgemeester van de Friese Meren of een minister en partijleider in Den Haag. Of als het u overkomt Aarzel dan niet. Bespreek het, meld het. Het ondersteuningsteam weer, weerbaar bestuur, dat hier ook aanwezig is met een stand, is er voor u. Dan staan we schouder aan schouder. De grenzen van de democratie worden ook overschreden als het openbaar bestuur wordt ondermijnd en zijn integriteit in het geding is. We wapenen ons er tegen met bijvoorbeeld de verplichte risicoanalyse bij de benoeming van bestuurders. Ook voeren we gesprekken, organiseren we trainingen, is er een handboek integriteit. Maar wetten en gedragscodes zijn niet altijd voldoende. Integriteit is een grondhouding waaraan we allemaal dagelijks aandienen te werken. Om het goede te doen, ook als niemand kijkt. Ook politieke partijen dragen onze democratie. Zij slaan een brug tussen onze kiezers en de politiek. En zorgen ervoor dat de stem van alle Nederlanders gehoord wordt bij de plannen en de wetten die we maken. Met de wet op de politieke partijen wil ik dat we partijen gaan subsidiëren die ook lokaal en regionaal actief zijn. Want bij een gemeente met meer taken hoort ook extra steun aan de politieke partijen die haar controleren. Behalve een beter uitvoerbaar rijksbeleid. Een betere randvoorwaarden voor politieke ambtsragers en politieke partijen is er nog een derde en laatste manier om de samenwerking tussen rijk en gemeente te versterken. En dat is het beter benutten van de kracht van de samenleving. De uitdagingen waar we voor staan vragen inzet van iedereen. Ik zie op veel plekken wat er gebeurt als de gouden driehoek van overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar samenwerken. Een mooi voorbeeld zijn voor mij de regio-deals. Met de regio-deals investeren we 900 miljoen om de regio's leefbaarder te maken, de gezondheid van mensen te verbeteren en de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verstevigen. En dit doen we door gebruik te maken van de kennis en kunde van mensen in de regio zelf. En ook zie ik overal in Nederland grote betrokkenheid bij onze gemeente en onze democratie en bij de opgave waar we gezamenlijk voor staan. En gisteren was ik nog in Leeuwarden waarbij 800 jongeren met elkaar in gesprek gingen onder begeleiding van gemeenteraadsleden over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de democratie en wat zij voor hun eigen leven belangrijk vinden. Daarna zie ik ook met plezier dat steeds meer gemeenten burgerberaden organiseren of dat van plan zijn. Ook als zaken onverenigbaar lijken te zijn, gaan mensen op zoek naar een resultaat waarmee iedereen kan leven. En bovendien krijgen inwoners met het uitdagerecht een deel van de taken van gemeenten in handen, als zij denken die taken op een andere manier te kunnen uitvoeren. En de wet die dat regelt, heb ik aan de Tweede Kamer gestuurd. En tenslotte zie ik ook de betrokkenheid van mensen bij de eigen gemeenschap. Betrokkenheid die we als overheid sterker moeten maken en ook moeten koesteren. Zo verricht ruim 1 op de drie Nederlanders nog steeds vrijwilligerswerk. En wat ze in de Twente en de Achterhoek naberschap noemen. En in Friesland, Meanskip is op talloze plekken in Nederland nog altijd sterk aanwezig. Mensen voelen zich verbonden met hun dorp, met hun straat, met hun wijk, met hun buurt en proberen er gezamenlijk het beste van te maken. Aan het eind van mijn verhaal keer ik nog één keer terug naar de Fiat Ritmo, waarmee we van Winsum langs de suikerfabriek aan het Hoendiep reden. Dikwijls ging die reis naar de Randstad. Ik vond dat nooit zo ver. Tegenwoordig voelt Den Haag voor mensen wel ver. Wel ver weg. Ook als ze in de randstad wonen. Maar het gaat alleen goed in Nederland als het met iedereen goed gaat in Nederland. En om de opgave van onze tijd aan te pakken telt elke regio, maar ook elke provincie, elke gemeente, elke wijk. En dat moeten we niet vergeten en samen bouwen aan de toekomst. Net als die bouwers aan de suikerfabriek. Ik sluit af met een citaat van een man die vertrekt. Met een uitspraak die hij deed toen hij in 2015 aantrad. Toen wilde hij, ik citeer, maatschappelijke meerwaarde leveren voor de samenleving. Want de samenleving is immers ons bestaansrecht. Deze woorden van Jan van Zanen zijn me uit het hart gegrepen... We hebben dezelfde opdracht waar we ook werken, in de gemeente of het Rijk. Niemand van ons kan dit alleen. Als we het samen doen, zijn we zoveel sterker. Dank u wel.